Ik bedoel, als je op een verjaardag porno gaat zitten kijken, dan zegt iedereen, ben je wel helemaal goed onder je pan. Ja. Als je Jan Wolpers gaat zitten lezen, dan zegt iedereen zo, jij bent lekker bezig, jij leest een boek. Nee, niet op die manier. Ja, dan heb ik wel een probleem. Dat is zeker waar. Mooi boekje geworden. Ja, een mooi boekje geworden. Hou hem even in de camera. Driepak. Het verschijnt. Verschijnt 21 september. Ja. Dat moet de remedie zijn. Het antwoord op de ontlezing bij jongeren. Die intreedt vanaf het 14e levensjaar, heb ik gelezen. Dat is een zware taak. Ja. Als je het zo brengt, vind ik het ook niet meer leuk. Jullie hebben de opdracht gekregen om korte verhalen te schrijven. Ja. Dat is gelukt. Ja. Die boeken worden in een oplage van... Wat zei... 82.200. Volgens mij de grootste oplage tot nu toe. Ja, ik ben net nog geïnformeerd. Het is 1/3 meer dan vorig jaar, omdat de aanvraag zo hoog was. Wow. Dat is serieus leuk, hoor. Dat is wel echt heel cool, zoveel. Ja. Maar wat is het voornaamste doel van de verhalenbundel? Voor mij... Ik las als kind dus wel heel veel. Ja. En we hebben even met z'n drieën met andere mensen gezeten. Joh, wat wordt nou een beetje de overkoepelende gedachte van zo'n jongerenboekenweek? Behalve, hé, lees een boek, weet je wel. Ja. En waar wij heel erg achter kwamen, en dat hadden jullie ook, is dat je door een boek... wat heel leuk is dat je op plekken komt waar je niet mag komen. Ja. Dat is één. En of dat nou... het kan zo zijn dat je identificeert met iemand die homoseksueel is en denkt... Wauw, dit zit in mij, maar dat kan ik nergens kwijt in de klas. Maar in het boek kan ik daar gewoon vrij mee bezig zijn. Ja. Je kan mee met een drugsdealer. Het gaat over seks. Het gaat over plekken op de wereld waar je anders nooit zou komen. Ja. En het grappige daaraan is dat je ook een schouderklopje krijgt. Weet je wel? Ik bedoel, als je op een verjaardag porno gaat zitten kijken... dan zegt iedereen, ben je wel helemaal goed onder je pan. Ja. Als je Jan Wolpers gaat zitten lezen, dan zegt iedereen zo... Jij bent lekker bezig, jij leest een boek. Ja. Dat is zo'n beetje, ik hoop, maar je moet daar volgens mij ook niet een messias in willen zijn of een preker. Maar dat het op die manier iets los kan maken in een jonge geest. Ik heb jullie heel onbeschoft niet eens voorgesteld. Jongdam, ik wil met jou beginnen. Jij hebt vorig jaar je debuut gemaakt, 2 jaar geleden. Vorig jaar. Vorig jaar, ja. Je proza debuut. Naast je zit Raoul de Jong. Ja. Hallo. Jij schrijft wat langer. Maar nog niet zo heel veel camera. En naast mij... Is een camera debuut? Hallo? Naast mij natuurlijk Tim Hofman. Jij hebt 2 dichtbundels. Nee, ik heb er eentje uitgebracht. En ik ben bezig met een nieuwe... Daar ben ik voor getekend nu weer bij Meulenhof. Hoe gaat het? Vlot het? Het gaat eigenlijk best wel goed. Ik had van de week even gesprek en toen, weet je wat fijn is? Ik krijg gewoon, hier heb je tijd, zie maar. En dat werkelijk, want als ze zouden zeggen, volgend jaar dan en dan moeten we het hebben, of dit jaar dan, dat is gewoon niet fijn. Heb je getekend voor een nieuwe dichtbundel? Ja. Ik vond het verhaal van Jung vond ik het best. Oké, dat zeg je gewoon even. Ja, ik ga het ook toelichten. Ja. Van Raoul vond ik ook... te gek, omdat het gekke is dat ik ook echt de kriebels krijg van insecten in het oerwoud. Ja. Dat is geen gelul, dat kreeg ik echt. Je bent in het oerwoud geweest of toen je het las, kreeg je kriebels? Toen ik het las natuurlijk. Ik toch toevallig in het oerwoud. Dat was toch zo'n jaar was. Ja, precies. Dat is zo'n beestje dat je tette zei, zo'n beestje je... In je plasbuis. Ja, dat kan toch. Ja. Ja. Het gaat wel over meer dan kriebels. Nee, maar leuk. Nee, tuurlijk. Technisch vond ik jouw verhaal erg sterk. Ik dacht van, er zijn te weinig pagina's, hij krijgt het nooit rond. Toch gelukt. Snap je, wat alles er bij elkaar komt? Ja. Maar Nieuwendams boek vond ik het vetst, omdat het eigenlijk bijna niet kan wat daar gebeurt. En dan moet ik verklappen waar het over gaat, maar dat gaan we niet doen. Dat is moeilijk. Maar het was zo van, dat is best wel grof, eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Of ben je... Oh, moreel gezien. Moreel gezien. Ja. Kan in een boek, hè? Ja, kan in een boek. Maar nu ben ik toch altijd benieuwd, als ik met schrijvers praat. In hoeverre is het nou toelaatbaar? Of in hoeverre draagt een schrijver nou verantwoordelijkheid voor zijn personages? Het kan toch niet zo zijn
dat je schrijver denkt van ja, maar hou even, dit zijn toch gewoon personages en die doen wat ze willen. Zeg je maar is het een vraag of vind je echt, het kan toch niet zo zijn? Dat kan toch niet zo zijn? Toen ik het uitsprak dacht ik van, dat klinkt wel heel stellig. Ja, daar ga je. Jij vindt het helemaal niet. Het kan toch niet zo zijn? Ja. Nee, maar is er niet een bepaalde verantwoordelijkheid die je als schrijver hebt voor je personages? Of kun je in feite gewoon alles laten doen? Ik vind het wel belangrijk dat het verhaal de wereld een beetje leuker maakt. En dat op de een of andere manier toch de wereld een beetje leuker maakt. Dat je er een goed gevoel aan overhoudt, bedoel je? Ja, dat vind ik persoonlijk belangrijk. Niet per se dat je er een goed gevoel aan overhoudt, maar dat je wel dat je iets leert... En dat je het dicht slaat en denkt, zo kan het ook. En, ja. Je zou niet een boek willen schrijven waar je denkt van, en nu trap ik iemand helemaal in de misère, gevoelsmatig. Ik weet niet waarom je dat... Jij hebt dat wel? Kunst is destructie. Kijk, dus kunst is destructie? Nou ja, mag. Mag. Het mag wel, mag. Ja. Je moet niet kinderporno maken onder het mom van kunst, want dan schaadt je mensen. Ik denk dat je dat niet moet doen. Hoe schaadt je mensen als jouw personage bijvoorbeeld... Ja, nee, als kunstenaar... Dus, oh, dus, zo zelf dus, porno? Maar dat is ongeveer de grens. Okay. Dus verder, als jij wil... nee, man. Is er iets wat een personage niet zou kunnen... Nou, ik denk dat een personage... een onderdeel is of ondergeschikt is aan het grotere ding wat je wil zeggen als auteur, mm-hmm. of als kunstenaar, of als toneelschrijver, of als acteur, of bla bla. En ik denk dat je daarbinnen, bijvoorbeeld Breaking Bad, daarin gebeuren ook allemaal dingen die niet kunnen. Of weet je, geweld en drugs maken en dingen. Maar ondertussen, als je even uitzoomt om te kijken wat de schrijvers dan proberen te zeggen, dien je eigenlijk een groter doel waarin al die dingen wat een personage doet, wat niet kan of niet mag. En dat je daarmee opeens misschien de kijker thuis op een bepaald moreel besef daar bewust van maakt, dan dient het opeens. Maar dat is toch een bijkomstigheid, moreel besef van kunst? Als even, ik bedoel, we moeten onszelf niet nu als kunstenaars op de borst gaan kloppen, maar. Of niet? Maar nou ja, omdat ik, weet ik veel, voel niet fijn. En je mag het ook wel doen, weet je, fuck it, jouw leven. maar als schrijver mag je toch alles schrijven wat je wil. Ook als het pijn doet aan een mensenhoofd. Of als je denkt, nou, die lezer gaat hier getraumatiseerd van raken. Ik zie niet in waarom je dat zou willen. De bad guy laten winnen, dat kan gewoon. Dat kan, ja. Oké. Maar... Ik zou zelf niet iets willen schrijven waarvan je, als je dat hebt uitgelezen... Nee, dat je maar de vraag was, moet het kunnen? Wat is het leven kut? Moet het kunnen? Maar ik zou er zelf niet... Moet je proza kunnen schrijven waarin uitgebreid uitgemeten wordt... of hoe je zelfmoord pleegt als tiener? Ja, nou ja, als kunstenaar, denk ik... Snap je? In de kunst kan het... Kijk, ga je als journalist dat doen, dan heb je een andere... Of als politicus, dan heb je een andere rol. Ja, omdat je natuurlijk als kunstenaar, als creërende kunstenaar... de verbeelding hebt, dat is je middel om iets te vertellen. Ja. Inderdaad, en een boek kan wel de kracht hebben om mensen aan te zetten tot die zelfmoord. Dat is wel net als je... Ja, zoals het lijden van de jonge Werther. Weet ik nog, ik weet niet precies in welk jaar dat uitkwam. Maar dat had toen, zette die schrijver dan aan tot... Goethe, tot zelfmoorden. En na het uitkomen van het boek waren heel veel jongeren een stroom van zelfmoorden. Ja. Dus dat had dat boek wel teweeg gebracht. Ja. Dus dat is wel, dacht ik ook, dat is wel... Is het dan zijn verantwoordelijkheid? Goeie vraag. Dat is eigenlijk jouw werk, sorry. Nee. Ja, ik vraag me af, kun je iets aanwakkeren wat er al niet was? Kun je aanwakkeren? Nee, maar je kunt een boek ook zo opbouwen dat het eindigt met, mensen slaan het dicht en ze zijn blij om te leven en ze gaan naar buiten en ze zijn aardig tegen andere mensen. En de ja, maar dat is een ander kunstwerk, dan schilder je het gras paars in plaats van blauw. Ja, wel. Je bouwt het anders op, ja. Dat is een ander kunstwerk. Precies, maar dus ik weet niet of het aan jou... Ik weet dat je wel die keuze hebt als schrijver. Je kunt dat teweeg brengen of je kunt dat andere teweeg brengen. Ik zeg niet dat het jouw verantwoordelijkheid is om het ene of het andere teweeg te brengen. Maar ik weet wel voor mezelf dat ik het fijner vind als het gewoon als het de wereld een beetje leuker maakt. Want dat kan met een boek. Hebben jullie wel seksverhalen gelezen? Echt goed geschreven, lange seksverhalen? Gewoon zeg maar uitgeschreven porno bijna? Gewoon... Zo'n echte seksboekie, zeg maar? Of nee, gewoon echt een soort scène. Giphartsachtig. Nee, is het echt zo met... Ja, weet ik niet meer. Zo. Die ene heb ik gelezen, die wat helemaal zo'n hype was. Die serie met die... Fifty Shades? Ja. Oh, Fifty Shades. Oh, nee, ik bedoel echt... Echt. Niet dus? Gewoon vies, bedoel ja. je? Ja, vies. Jan Wolkers, Jan Kremers?
Of Jan Kramer? Ja, Jan Wolkers en of Jan Kramer. Wat bedoel je dan? Echt gewoon porno? Ja, echt porno. Nee. Porno lezen? Ja. Waar kun je porno lezen? Dat wisten jullie niet? Kun je dat googlen? Porno. Ik heb gehoord dat online... Wie gaat nou porno lezen? Oh, ja, dat heb ik... Oh, dat! Gewoon die online seksverhalen. Ja! Ja, dat heb ik wel eens gelezen, ja. Maar ja? Dat, ja nee, nooit! Weet je, nee. Het allerleukste is als mensen ze zelf... Dus niet in schrijven, maar gewoon mensen thuis zelf... Seksverhalen. Waarom ga je porno lezen als je... Oh ja, dat is... Ik heb wel toen ik op de middelbare school zat. Toen hadden we nog niet echt internet en zo, in mijn tijd. Ik ben toen wel een keer naar de bibliotheek gegaan om een gay seksverhalen boekje te lenen. Dus ja, dat waren trouwens wel seksverhalen. En mijn moeder heeft dat gevonden en toen moest ik vertellen dat ik homo was. Naar aanleiding van dat boekje, ja. Dat waren wel seksverhalen. Want ik vind de emotie dat oproept, zeg maar, wat het met je doet, vind ik zo krachtig. Ik ben nog nooit van echt een boek bijvoorbeeld echt bang geworden. Echt dat ik dacht van, ik ben nu gewoon echt bang. Ik schrik nu. Ik ben wel eens bang geworden van mijn eigen verhaal. Echt waar? Dat is jezelf weer. Ja. Ik geloof... Nee, maar heb je dan... Nee. Maar heb je een empathische vermogen? Ja. Spoor jij wel. Maar dat heb je wel met films, dat je daar bang van komt. Ja, dan kan je echt schrikken van een bepaald effect. Dat mis ik een beetje in boeken. Oh nee, dat heb ik niet. Mm. Nee, echt goede thrillers, die vind ik wel... Kan ik wel echt bang van misschien voel ik niet zelfs bij een film, maar ik voel dat wel. Ja, schrikken is misschien moeilijk, dat je echt dat hebt. En als tiener vond ik de seksscènes in welk boek dan ook echt geil. Ja, hè? Ja, vond ik wel echt, deed wel geiler echt... dan visueel seks ja, zien. Ja, porno vond ik echt, ja. Dat is plat. En ja. Even pikken kut kijken is ook goed voor je hoofd. Ja, als je dat snel. In met mate doet. Maar, ja. Het is niet gewoon seksscènes, ik vond dat echt wel... Dat zou toch ook wel voor jongeren misschien nog een soort aparte... Seksliteratuur. Ja. Genre. In plaats van porno. Dan worden ze ook mega goed in sexting. Dat ze daar heel goed in... kunnen formuleren. Ook op een goede manier. Niet dan, in soort... dan hoef je die foto's niet te sturen. Precies. Ja. Nee. Zijn jullie wel in een situatie terechtgekomen waarin de ander zegt van... Je gaat hierover schrijven. Dit ga je opschrijven. Ik heb dat heel vaak. Ja. Dat mensen tegen me praten en dat ze denken dat het in een boek komt ook. En je merkt dat omdat ze dan in hele mooie zinnen gaan praten. Echt? Ja. Hij wil niet. Ja, nee, hoe werkt dat dan? Ze gaan gewoon hele lange monologen in hele lange monologen met hele mooie zinnen. En hele interessante dingen zeggen. Dat is lame. Ja, ik heb dat wel een paar keer gehad. Het is heel vermoeiend. Jij? Nee. Ik heb wel zelf gehad dat ik wat dingen meemaakte dat een vriend van mijn columnist was en dat ik mezelf teruglas. Ik dacht, god damn it. Was het vlijend of niet? Nee. Oké, okay. En dan zeg je er wat van? Nee, maar hij weet het. Oh ja? Ja. Jongens, bedankt. Ja, cool. Leuk. Ja, Bambi? Nee. Nee, oké.